Arno Fraza is paardenboer. Vandaag laat hij samen met zijn vader hun paarden keuren op de paardenmarkt in Vianen. Oh, oh. Zijn liefde voor paarden heeft hij niet van een vreemde. Mijn vader zit al van zijn jongens af aan al in de paarden. En ja, dat heb ik meegekregen, zeg maar. En die liefde staat gelijk aan hard werken. De voorbereidingen voor een keuring zoals vandaag nemen veel tijd in beslag. Mijn vader is al maanden van tevoren bezig om zijn goede conditie in topvorm te krijgen. En daar kan je niet een week van tevoren mee beginnen. En ook Arno zelf moet aan bepaalde eisen voldoen. Ja, witte schoenen, rode sokken, witte broek en een blousje met een stropdas. Dat is als je paarden voorbrengt, zo hoort dat. Dan is het tijd om het eerste paard Pim te showen. En Pim is van de familie Fraza. Arno doet zijn uiterste best het paard zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. En dat is niet voor niets geweest. Dames en heren, als eerste de Fraza's. Ja, het gaat heel goed. En we zitten al in de prijzen, dus ja, kan eigenlijk niet beter. En volgend jaar doen Arno en zijn vader natuurlijk ook weer gewoon mee.